Er zijn elke dag meer files. De benzine of de diesel wordt alsmaar duurder. Die auto's worden alsmaar duurder. Dus we moeten naar andere oplossingen gaan. En het Spartacusplan met zijn uitgebreid netwerk en aangevuld met lijnbussen en buurtbussen, dat gaat zeker innovatief kunnen zijn. Dus ik denk dat we naar een nieuwe mobiliteit toe moeten. De filevorming in en rond de Limburgse steden is nu al een probleem. En het zal in de toekomst alleen maar erger worden. De wegen slippen dicht en dus is het tijd om een nieuwe weg in te slaan. Eentje die de problemen van de baan helpt. Iedereen is het erover eens dat de trend volgen zoals we die in de afgelopen decennia afgelegd hebben, dat dat niet wenselijk is. Een nieuwe weg betekent inderdaad dat we vooral voor steden in de regio stilaan moeten geïnvesteerd worden in nieuwe transportsystemen. De bus staat mee in de file en daarom wil de lijn ook reizigers per spoor gaan vervoeren. Drie nieuwe sneltramverbindingen vormen de basis van een nieuw toekomstplan voor het openbaar vervoer in Limburg. Iedereen kent het probleem van de files, maar al te goed. Maar om mensen zover te krijgen dat ze meer het openbaar vervoer gaan gebruiken, moet het openbaar vervoer gewoon beter georganiseerd worden. Het moet echt een volwaardig alternatief vormen voor de auto en pas dan gaan mensen overstappen van de auto op de tram en bus. Spartacus zal zich als een pulserende levensader vertakken doorheen de provincie. En zo de Limburgse mobiliteit nieuw leven inblazen. Door middel van een netwerk van knopen, waar de hoofdknoop van treinen, sneltrams en bussen in Hasselt ligt, zullen alle vormen van openbaar vervoer op een degelijke manier op elkaar aansluiten. Maar die knopen die zijn ook verspreid door de provincie. Zo kan je met de fiets of de auto naar de tram halten, om daar de tram te nemen, om vervolgens weer over te stappen op de bus of op de trein. Op die manier ontstaat er een deur-tot-deur traject voor iedere Limburger. De kwaliteit van een verplaatsingssysteem is deur-tot-deur. Zo redeneert de reiziger en die kwaliteit moet je bieden. En dat betekent dat alle onderdelen goed op elkaar moeten afstemmen. Maar ook bijvoorbeeld dat je fietsstallingen en op sommige plaatsen autoparkings moet hebben rond stations. Om die totale keten goed in elkaar te steken en vooral snel en comfortabel te maken. Het zijn dus niet alleen de snellere reistijden, maar ook de vlotte aansluitingen die Spartacus een volwaardig alternatief maken voor de wagen. Mensen gebruiken best wel een systeem op een intelligente manier als ze daar hun eigen voordeel mee kunnen doen. Dus als die Limburger tijd wint en als hij in en rond Genk, Hasselt of deze campus geen parkeergeld hoeft te betalen en niet achter dat parkeerplaatje moet zoeken, dan gaat hij voor die ritten, ik zeg niet dat hij zijn auto gaat afdanken, maar voor die ritten gaat hij die tram gebruiken. Niet alleen de mensen die per openbaar vervoer reizen zullen er wel bij varen. Spartacus wil 20.000 auto's per dag van de weg halen. Dat betekent dat er ook meer plaats op de baan zal zijn voor de andere wagens en dat de luchtkwaliteit erop vooruit zal gaan. We hebben ons voor onze provincie Limburg een heel sterke ambitie gesteld om klimaatneutraal te worden. Dat wil zeggen dat de CO2 die we uitstoten, dat we die ook moeten kunnen terug opvangen. En dan is die CO2-uitstoot in balans, dan is die in evenwicht. Maar dat betekent dat we 90% uitstoot moeten verminderen, want ongeveer 10% kunnen we opvangen door onze bossen, door onze natuur. Openbaar vervoer is een belangrijke factor om de CO2-uitstoot te verminderen. Met zijn elektrische sneltrams past Spartacus perfect binnen het klimaatneutraal plan van de provincie. Maar investeren in duurzame mobiliteit zal ook het imago van Limburg als groene provincie versterken. Limburg heeft een keuze tussen groen en grijs. En als we een stukje kiezen voor dat grijs, waar ik dus uiteraard niet voor sta, dan moeten we oppassen, want dan worden we misschien wel wat meer Antwerpen, maar dan zijn we ons onderscheidend vermogen van dat groene Limburg kwijt. Spartacus, duurzaam transport, en dat gaat over veel meer dan alleen duurzaam transport, maar die natuur terug koesteren, zoals we nu ook zien. Zowel verantwoordelijke, politieke verantwoordelijke als bedrijfsleiders zijn nu bezig met natuur ook te herontdekken. Als we dat kunnen, dan denk ik echt dat wij met Limburg iets kunnen neerzetten dat niet alleen voor Limburg interessant is, maar ook voor de rest van de wereld. De eerste tramlijn wordt in 2017 in gebruik genomen. Telkens er een nieuwe tramlijn komt, wordt het busnet daarop aangepast. Attractiepolen zoals winkelcentra, filmzalen of scholen worden gemakkelijk bereikbaar. Rond de knooppunten waar trein, tram of bus op elkaar aansluiten, liggen kansen voor ondernemers. Ik denk dat dat Spartacusplan in dat Limburgs openbaar vervoer een heel belangrijke rol
moet spelen in de toekomst. Als u nu ziet welke files er staan in de Noord-Zuidrichting, als u ziet hoe moeilijk dat het is om vanuit Midden-Limburg naar Maastricht te rijden bijvoorbeeld, dan denk ik dat we daar absoluut moeten aan werken. Ik herhaal het, willen we de tewerkstelling en de welvaart in onze provincie hier houden? Dus ik verwacht dat men binnen een periode van 10 jaar dat Spartacus-project uitbouwt. Niet één lijn, maar de 3 lijnen en liefst nog een 4de bijkomende lijn naar Noordoost-Limburg, waar ik hoop dat men nog over gaat praten de volgende jaren.